Dat was een beetje jouw wedstrijd weer, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik denk positief, maar ook negatief. Want je begint op de bank, waarom? Ja, weet ik echt niet. Ik denk, ja, misschien ligt het dan dat we iets verdedigend spelen en lange ballen gaan spelen. En ja, dan kan je mij niet echt in mijn kracht hebben, maar natuurlijk, het draagt je wel dat je niet speelt in zo'n wedstrijd. Want je weet, je kan gewoon belangrijk zijn. En dan hoop je op genoeg minuten en dan als je die krijgt, dan wil je ook belangrijk zijn met de goal of een assist. En dat gebeurde gelukkig. Ja, want hoe lang stond je erin? Voordat die goal viel? Volgens mij 5 minuutjes of zo, niet eens. Dat was mijn tweede balcontact, denk ik. Maar ja, dat is altijd lekker om belangrijk te zijn voor Spaarsdag in een derby. Dus, Ja, want het is niet voor het eerst, hè? Nee, het is niet voor het eerst. Nee. Ik heb volgens mij nu, ja, 3 derbies gespeeld, 2 goals, 1 assist. Dus ik kan wel zeggen dat die wedstrijden voor mij gemaakt zijn. Ja, want inderdaad, nou ja, die goal van vandaag was de 2-2. Corner, Marlon versteeg, Barry Beyer legt hem klaar met het hoofd, ja. En jij kon hem binnenschuiven. Ja, klopt. Ja. Ik denk, Barry kan nooit uit die hoek mee koppen, dus die legt hem altijd wel voor. En dat is gewoon positie kiezen en hopen dat hij voor je voeten valt. En dat deed hij gelukkig. Dan komt er een opluchting bij ons en dan eigenlijk moet je zelfs nog zo'n wedstrijd winnen, want die zag zo'n beetje achteruit lopen. En toen maakte ik een foute keuze en ik dacht, hier gaan ze niet uit scoren. En ik dacht, als ik een shirtje trek bij Alstoetie, zeg maar, dan laat hij nog doorspelen omdat de bal al aan de zijkant was. Maar ik moest iets doen om de wedstrijd dood te leggen. Dus, helaas. Dat is je geluk. Ja, dat is mijn geluk. Maar het was niet om hem te trappen of iets. Toevallig had Azuzi dan de bal. Maar het was gewoon iets doen om het stop te zetten, zeg maar. En ik dacht, ze gaan hier echt niet scoren door mijn fout. En dan nog eens de 3-2. En nou ja, dan weet je al hoe laat het is, hè? Ja, tuurlijk. Ik liep al een beetje gelijk weg. Soms kwam nog wel een beetje naar me toe. Maar ja, ik offerde me gewoon op voor Spaten. Maar... Ja, want het is echt een blauw hart nu, hè? Ja, 100%. Ja, is altijd geweest, hoor. Ik heb wel wijs meer in de jeugdvoetbal, maar dat was meer omdat ze altijd een hoger niveau speelden. En mezelf wilde uitdagen. Maar het moest gewoon zo lopen dat ik uiteindelijk toch bij Spaken in het eerste kwam. Dus, en dat hoop ik nog lang te kunnen laten zien. Ja, ik zat op de tribune en ik moest een beetje denken aan de eerste wedstrijd van Eemdijk tegen Achillesveen. Ja, klopt. Ik eigenlijk ook. Ik kreeg toen 7 wedstrijden en zo, was er nog ingekort. Maar... ja, dat zit gewoon in me. Ik kan soms gewoon domme dingen doen en dit was wel mijn opzet. Soms, vroeger had ik nog wel eens zwart voor mijn ogen en dan deed ik nog eens iets doms, maar dit was gewoon met opzet. Dus ik zou het zo weer doen als ik de kans krijg.